In deze film leg ik uit hoe je letters achter een object plaatst en in dit geval is dat een model. En om dat te doen begin je natuurlijk eerst met een stuk tekst. En je vindt hier aan de linkerkant de tekststoel of onder de letter T. Je kunt bovenin de grootte en de kleur kiezen en het lettertype. Je kunt dat ook later natuurlijk nog aanpassen en ik ga dat ook later aanpassen. Ik typ gewoon het woord wat ik wil hebben en ik druk even bovenin op het vinkje. Je ziet bij mijn venster eigenschappen dat je daar eventueel ook al lettertype en kleur kan kiezen. Dus als je laag geselecteerd is, kun je ook gewoon bijvoorbeeld een andere grootte kiezen. En op die manier kun je het aanpassen. Je kunt daar ook in typen. En ik denk dat 150 misschien wel iets is. Nou, dat is in dit geval ook zo. En met het verplaatsgereedschap kun je dat naar een interessantere plaats verslepen. Ook kun je eventueel zoeken naar een ander lettertype. Laat ik deze eens nemen. Je hebt dus een aantal opties die je bij lettertypes standaard kunt doen. Maar er is nog een tweede venster. En dat venster dat vind je bovenaan bij venster en dat heet teken. En als je dat vindt, dan heb je nog meer opties die je met je letters kunt doen. Je hebt in de onderste balk bijvoorbeeld de optie om alles in hoofdletters te doen. Of om bijvoorbeeld alles met een lijntje eronder te maken. En het is een optie, dus je hoeft niet meteen in hoofdletters te gaan typen. Je kunt het later gewoon nog heel makkelijk aan of eventueel ook weer uitzetten en je hebt hier ook de optie om bijvoorbeeld de ruimte tussen je letters wat uh, groter te maken of juist kleiner dat ze dichter bij elkaar staan. Nou, ik hou ze gewoon netjes op nul. Maar ik wil in ieder geval wel een ander kleurtje. Ik wil een kleur voor mijn letters die een beetje lijkt op de dingen die in de foto zitten. Dus ik pak gewoon het kleurenpaneel en ik ga in de foto klikken op gebieden waarvan ik denk van hey dit is misschien wel interessant voor de letters. Pak niet meteen de donkere kleuren, want dat wordt erg dominant of felrood. Natuurlijk, het springt er wel lekker uit, maar ik hou persoonlijk iets meer van uh, ja, een kleur als deze. En ik druk op oké. OK. Nu is het nog zaak dat hij gewoon mooi in het midden komt te staan. En je kunt natuurlijk gewoon, als je het gereedschap hebt, gaan uh, kijken waar dat is. Nou, dat zal in dit geval dit het midden zijn, maar er is ook een makkelijkere manier voor. Ik zet hem gewoon even expres uit het midden. Als je het hele canvas selecteert, dus met Ctrl-A gewoon alles selecteren, dan krijg je bij het verplaatsgereedschap, dat is dit uh, kruispijltje hier, of de sneltoets V, dan krijg je hierboven een aantal opties waarmee je de inhoud van je laag gewoon makkelijk uit kunt lijnen. Je kunt bijvoorbeeld makkelijk zeggen van nou, ga naar het midden met deze twee knoppen en nu staat mijn laag dus perfect in het midden. Wil ik hem aan de bovenste helft hebben, dan sleep ik hem gewoon naar boven en ben je niet zo nauwkeurig met slepen? Houd dan de shift ingedrukt en je kunt alleen horizontaal of verticaal verplaatsen. En ik besluit dat dit eigenlijk wel de locatie is voor mijn letters. Wat moet ik nu gaan doen? Ik moet hier in dit kleine stukje ervoor gaan zorgen dat mijn letters dus achter het model vallen. En dat ga ik doen door middel van een masker. Ik druk eerst even op Ctrl D om mijn selectie op te heffen. En dit kan ook wel weg. Nou, en om dat masker te maken, moet ik dus eigenlijk gewoon mijn model selecteren. Dus ik selecteer de laag achtergrond. Ik zet de letters eigenlijk even helemaal uit. Dat maakt het nog makkelijker. En ik zou nu een selectie kunnen gaan maken van mijn model. Maar Photoshop is uh, A. duurzat. En B. eigenlijk ook best wel slim genoeg om daar zelf iets mee te kunnen. Dus als ik bijvoorbeeld het selectiegereedschap Toverstafje pak. Dan heb ik bovenin de functie onderwerp selecteren staan. Ik heb daar al eens een filmpje over gemaakt. Klik hierboven even om dat wat verder terug te zien. Maar als ik daar gewoon op klik, dan gaat Photoshop aan het rekenen en kijkt wat ongeveer het onderwerp zou kunnen zijn. Nou, en omdat de achtergrond vrij wazig is, heeft Photoshop daar niet al te veel moeite mee. En je ziet, ik krijg een aardige selectie. Aan de linkerkant bij de tassen, dat klopt niet echt. Maar hé, hey, als ik mijn letters aanzet. Dan zie je dat dat eigenlijk weinig uitmaakt. Het gaat in dit geval echt om het hoofd. Nou, ik laat de letters aanstaan en ik ga het masker van de selectie die ik net heb gemaakt op mijn laag van letters neerleggen. Dus met je selectie nog actief, selecteer je de laag van je letters. En om een masker te maken, moet je in dit geval even de Alt ingedrukt houden. En als je dan op dit knopje hieronder drukt, dan, dan zul je zien dat alles wat geselecteerd is, je model netjes verdwijnt in de letters. Zijn we er nu? Nee, nog niet helemaal. Als ik bijvoorbeeld eens inzoom, dan zie je dat het gewoon allemaal erg strakke lijntjes zijn. En dat komt, mijn selectie was ook gewoon erg strak. En ik kan makkelijk bij het venster Eigenschappen gewoon de doezelaar een klein beetje hoger zetten. En het verloop net even iets mooier maken. Zo is het in ieder geval al een stuk beter. Ik ben er nog niet helemaal, want ik wil de letters eigenlijk nog een klein beetje uit laten komen. En dat ga ik doen met de slagschaduw vanuit het menu Laag stijlen. Dus je gaat op je laag staan. En in een leeg gedeelte kun je gewoon dubbel klikken. En dan krijg je het laagstijlen menu voor je neus. En daarin kies ik gewoon een slagschaduw. Ik vink hem aan hiervoor. En als je op de letters klikt, dan krijg je dus gewoon ook het slagschaduwmenu erbij. De afstand hoeft niet zo gek groot te zijn. En ik vind dit op zich wel aardig. En ik klik op oké. OK. Alleen het nadeel is: dit stukje effect. Gaat ook buiten de inhoud van mijn laag verder en gaat ook buiten mijn masker verder. Ik weet niet of het goed te zien is. Ja, niet echt, weet je. Ik maak hem gewoon even groter en harder. Je ziet bijvoorbeeld hier aan de bovenkant van de hoofd dat de slagschaduw onder de letters doorkomt, maar ook in het hoofd terechtkomt. En dat is niet echt de bedoeling. Ik wil gewoon netjes dat dat ook gewoon achter het hoofd wegvalt. En dat is ook gewoon eenvoudig op te lossen. Je kunt helaas het masker niet op de slagschaduw leggen, maar er is een, uh, een omweg voor. Je kunt namelijk gewoon de tekst in een nieuwe groep zetten. En dat doe je als de tekst geselecteerd is. Druk je op ctrl-G. Maak je er een groep van. En als je de masker nu op de groep zet en niet alleen op de letters, dan heeft het dus invloed op alles wat in die groep zit. En je ziet dat gewoon de schaduw van de letters op mijn model ook wegspringt. Als ik het bijvoorbeeld even ongedaan maak, dan zie je dat hierboven de schaduw op haar hoofd zit. En verplaats ik het masker nu weer naar de groep, dan zie je dat dat verdwijnt. En dan zie je dat ik het gewoon krijg zoals ik het wil hebben. Eventueel kun je de kleur ook nog achteraf een klein beetje aanpassen naar iets wat jij fraaier vindt. Maar zo eenvoudig is het dus om gewoon letters achter iets door te laten lopen. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei!